Nou, we zijn hier vandaag bijeen omdat we een celclinic organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Oorspronkelijk komt het idee eigenlijk van Special Olympics Nationale Spelen. Dat wordt georganiseerd in juni 2014 in Friesland. Special Olympics is een sportevenement. Eigenlijk zijn het een soort Olympische Spelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo moet je het eigenlijk zien. En er worden 24 takken van sport uitgevoerd en zeilen is er eentje van. Nou, dus zoeken wij mensen die het leuk vinden om te leren zeilen. Dus dat is nu de eerste vraag, of ze het leuk vinden. Maar vind je het leuk om te zeilen? Jawel. Waarom? Nou, het gaat lekker langs. En als ze het zo erg leuk vinden, dan kunnen ze zelf zeiltrainingen gaan volgen in voorbereiding op de Special Olympics. Dus uiteindelijk is het natuurlijk het mooiste als ze met de zeiltrainingen werken na het evenement Special Olympics. En ja, wij hopen natuurlijk ook dat mensen uiteindelijk doorstromen om altijd te blijven zeilen. Zit er wat talent tussen? Ja, volgens mij wel. Volgens mij hebben wij hier wel een paar zeilers in de boot. Ja. Je kan het niet pakken met je maken. Nou, de een doet het misschien wat beter dan de ander. Ja. Maar lol hebben ze allemaal. Ja. Oh. Hey, ik kijk jou. Ja, vallen! En ik vind dat er aan een paar heel goed sturen. Ja. Ja, hè? Ja. Jullie ook vinden dat ook goed. Dus dan kunnen we met Olympisch goud misschien komen. Nou, precies. Jukke. Ja, Lars. Oké, ja joh. Goeie. Hallo. Wat ben je om dan? Ik drink bierke. En dat hier nou ze zitten, wat denk je dan om? Ze krijgt 80 kronen nog daar iets voor, ben in de stad. Ren bij de Gragendaal. En in een is er een vrouw die haar baan die valt in de gracht. Dat hier springt erin, ik denk ik spring er dan alweer. Ja. Dat dacht je krijgt? Ja, dat dacht ik krijg, ja. Daarom zei ze het. Ja. Toevallig kwam je dat in het zijn, waarom of hoe, wat, dat weet je niet. Nee, ik maar zo'n lege petje op. Nou ja, maar dat zei het verder niet. Nee? Ik ga wel horen, ik ga wel horen wel. Ja, dat ben ik. Ik ga wel horen. En waar je hier al in? Ja, ik ben hier al in de vijf. En achter jou hing ik nog mijn tekeningen. Oh, die ben van Omke, zei ze. Dan kan ik al die begroet mij wel opzetten. Ja. En jij zou geen man? Nee. Ik ga wel verloofd vast. Wel mooi dat iets verkeerd gaan, dat we eruit raken. Ja. Ja, van alles wat blijft. Dus dat is net helemaal slaag op vrouwengebied? Nee, net aan dal, maar ik ken het oude al meer voor mijn vrouw die goed opzet. En mij is het nog mijn trouwde vrouw. Oh. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet. Ik heb gewoon zo. Dan denk ik wel of niet, dat die kraak wordt van mij waard. Ja, dan nog wat je voor was natuurlijk. Ja. Vind je het dan niks pittig dat je net een vrouw hebt? Nee, het maakt net zo veel uit. Nee, ik ga vijf. Ik ben met z'n vijf en het broers en zusters. Nee, als je bijna is, ben ik een beetje van mij uiteindelijk. Zo is jou ik dat. Als ik ze helpen kan, doe ik dat. Dat ja. Nee, dat is ook wel makkelijk. Ja. Find a piece of the wall.
Wat maak je hier nou? Ik maak hier de originele Hilper priksleden. Ja, en dat wankers uit meubelmaker. Nou ja, ik ben nog mooi op tijd dat ik de slietjes al ga klauwen heb. En ik heb nog een kokaiper variant ik nog maken op de haalde slieden. En hoe lang doe je dit al? Het vaak op zich, het meubelmaatje, dat doe ik. Nou, ik denk dat ik het. Nou, ik denk dat ik hier of nog weer dat ik al bij mijn paak achter de draaibank stond. Dus zat wel. Dan zou ik eigenlijk wat inrollen in het bedrijf. Want dit komt vanuit de familie? Ja, maar ik ben al vierde generatie meubelmaker. Ik ben nou de Hilper Bloemmotieven van het opschildering. Samen met monsieur heb ik hier lietse slieden, miniatuur slietjes. En nou, die gaan we mooi decoreren in de Hilper stijl. En dan krijgt het natuurlijk wat extra's. Wij binnen met vier broers. We van twee meubelmakers binnen en twee schilders. En ik ben onder andere de schilder. En wij doen het van vier generaties van heid op zoon. En het schilderen wat ik satrulleerd. Het is net een school wij het leren kennen. Je komt hier in het bedrijf en dan ga je naast je heid zitten. En dan mag je in het begin eerst eens even wat kleinhangers mee schilderen. En dan mag je wat diemleden schilderen. En op een gegeven moment ja, dan krijg je het wat onder knibbels. En dan kan je eigenlijk los om te proberen in alles te schilderen. En dat kennen hoekkasten wezen, tafels, stoelen. Nou, we binnen nou maar wat winterse meubeltjes bezig met slitsjes. Ik ben grutsk op het beroep wat ik doe. En ik qua familie, qua bedrijf, dus dat mijn paak, mijn oerpaken, dus het bedrijf begonnen ben. En dat we dit nog steeds kennen en maatje. En het is een prachtig vak, ja. Dat is het begin van hout tot het eindproduct. Ja, het is prachtig. Het is elke keer weer een uniek plaatsje waar dan makers voor in. De combinatie van en het meubelmaatje en het schilderen, daar is uw bedrijf uniek in. Straks bij de tijd waar we wat begint, dan kroep ik wel eens even op een slieden en dan piek ik wel eens even een kouder om tafel naar Workum. Of ik in de staven, buitenlangs, buitenhielpenlangs, ja. En het is prachtig werk, ja. Dwar je al met zijn slieden het ijs op? Ja, wij dwaren er wel mee op. Nou, wij hebben meer wat we al wilden, maar dat we dan in mijn huid zitten, maar mij in mijn oude slieden. Die zei dan wel eens, nou het kan wel, hij moet voorzichtig binnen, want hij moet net steken. Maar nee, wij waren dat wel, dus geen probleem. En misschien kunnen we het straks nog wel even proberen. Dus dan kan je het even zien hoe het gaat. Ik ben heel benieuwd. Ja, nou dan doen we dat straks. Ja, nou toch maar. Dus uit maar af. Dat moet je leren, hè, Pikkie? Oh, je hebt een keer? Wacht je een keer? Of leeft het wel?